Wie is Bart Struijf eigenlijk? Oeh, wie is Bart Struijf? Een hele bescheiden trainer die in derde eigenlijk nog maar net kon piepen. Ik heb vorig jaar in Hammen gezeten en daar begon hij steeds T2. Bij het ontslag van Chris Andries heb ik de kans gekregen om dat te mogen overnemen. En van Hammen is het nu Timsen geworden. Dus. Ik volg er al een paar jaar eigenlijk, dus ik ken wel vrij wat ploegen. Ik ken vrij veel spelers ook in die reeks. En dan vorig jaar met iets diepgaander te moeten gaan scouten, heb ik die nog beter leren kennen. Dus dat is misschien een klein beetje al een voordeel als beginnende jonge trainer in deze reeks. Uiteraard stonden er verschillende of diverse testspelers bij Temse op. Is er iemand dat je zegt van ja, dat is toch wel of is dat niet voor de camera bestemd? We hebben dingen gezien, ja, maar we gaan dat rustig intern even bekijken. Maar ik kan zeggen dat we tevreden waren van hetgeen dat we gezien hebben. Ja. Ronnie van Genugden, 2-2, is dat nu iets of een wedstrijd waaruit je geleerd hebt? Absoluut, uit iedere wedstrijd leer je, zeker in de voorbereiding. Op dat vlak denk ik dat we de eerste kwartier, 20 minuten, vrij aardig gevoetbald hebben. Met een goede balcirculatie, met ook dito kansen. Jammer genoeg niet kunnen afmaken. En dan denk ik dat Temse met een aantal individuele acties voor 2-0 gezorgd heeft. Dus de conclusie na de eerste helft was dat je killer moet zijn in beide 16 meter gebieden. Dus in balbezit moet je de kansen afmaken en in balverlies moet je zorgen dat je geen kansen weggeeft. Dan aan de rust een heel elftal vervangen, zoals ook afgesproken. En dan was het een beetje forceren. Dan was het instinctieve, het los zijn als voetballer was weg. Misschien ook deels door de toch wel intensiteit van de trainingen. Zowel in de namiddag vandaag als in de voorbije dagen. Het moet deugd doen, denk ik dan, voor Ronnie van Genugden om het gras terug te ruiken. Alhoewel dat je het niet lang hebt moeten missen natuurlijk. Hè. Ja, dat klopt. En ik ben blij dat ik terug aan de slag kan hier in een club die toch wel een bepaalde familiale eigenschap heeft. Dus op een goede manier, een goede groepsgeest ook tentoonspreidt. En dus alleen nu de volgende stap is om deze kern toch nog te versterken, zodanig dat wij kwalitatief in staat zijn om een goed seizoen te draaien. En hetgeen dat we nu gaan proberen, dat is om een rustig seizoen te draaien. En ik heb ook tegen de spelers al gezegd, het zal hard werken worden. Maar dat wisten we op voorhand. Het geluk is natuurlijk, we mogen aan een nieuwe ploeg bouwen en kunnen aan een nieuwe ploeg bouwen.
En ik denk dat we met hard werken, dat we in staat moeten zijn om een rustig seizoen te draaien.